Ik dacht, als ik wakker word, is het niet gebeurd. Net zoals met de golden ticket. En dat is dus toch wel gebeurd. En ja. Een beetje beduus nog zit de 9-jarige winnares slechts enkele uren na de finale weer gewoon thuis. En terwijl Amira inmiddels het bekendste Nederlandse meisje van 9 is, blijft ze nuchter. Eigenlijk is het niet zo heel erg anders. Er komen soms wel camera's of er komen bijvoorbeeld beroemde mensen hier naartoe. Bijvoorbeeld de burgemeester komt hier naartoe. Dat is dan wel anders. Dat was eerst niet zo, maar eigenlijk is het thuis gewoon op een zondag nog gewoon hetzelfde. Al sinds haar auditie is Amira de meest opvallende deelnemster aan de talentenjacht van RTL. Haar optreden werd op YouTube miljoenen keren bekeken. En na een knallend optreden gisteravond kon ook de overwinning niet achterblijven. De winnende act van Holland's Got Talent 2013 is geworden, volgens de kijkers thuis, volgens alle mensen die hebben gebeld en ge-sms'd, Amira! Dat was natuurlijk geweldig. Dat was natuurlijk echt geweldig, ja. We hadden natuurlijk wel een beetje gehoopt, maar bedoel, je wacht dan toch wel dat het echt ook die naam genoemd wordt. Dan hoorden we Amira en dan sprongen we helemaal. Ik sprong zo 20 centimeter in de lucht. Voor Amira is het natuurlijk geweldig. Dat ze naar Las Vegas kan optreden, van dit zitten we naar bloed, hè, dat optreden, dat performen. En wij gunnen haar de kans en we willen graag met haar dat meemaken. Niet alleen de familie is trots. Ook de burgemeester van Nijmegen komt deze bijzondere inwoonster vandaag speciaal feliciteren. Ja, het is natuurlijk wel heel, heel bijzonder. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met een talent, maar zo'n talent dat je op toch een van de belangrijkste grootste shows in Nederland tot winnaar wordt uitgeroepen op 9-jarige leeftijd, dat is absoluut reden om even persoonlijk een hand te komen geven. En voorlopig houdt de aandacht nog niet op. Het Jeugdjournaal, RTL Boulevard en de krant staan in de planning. Maar één ding wil Amira nog het liefst. En met André Rieu weer optreden, want dat was echt heel leuk. Want dat was een masterclass. Ik zou ook heel graag met hem willen optreden.